Ja, Leroy Labiel, vrijdagavond, FC Eindhoven. Hebben we iets recht te zetten, denk je, tegen Eindhoven? Ja, ik denk niet echt over de eerste wedstrijd tegen Geun, maar ik denk dat we moeten nu punten pakken. Elke wedstrijd is belangrijk, dus dat gaat het over. Ja. Ja, ik kijk even naar je voorhoofd. Ik zie daar nog een wond. Vertel eens, wat gebeurde er tegen Willem II? Komt u wel met Nicky Soeren? Ja, dat ging snel. Ik heb gisteren weer de beeld gezien. Ik tik de bal weg en aan de andere kant kreeg ik een andere tik en dat was Nicky. Dus dat was wel een zware duel. Ja. Met mij gaat het wel goed. Met jou gaat het goed, ja. Alleen nog die streep op je voorhoofd, zeg ja, maar. Ja, het is alles wat je gaat. Een beetje last van de neus en een beetje van de hoofd. Want de impact was wel groot, maar ja, niet erg gevaarlijk. Ja, want tegen Willem II, voor jezelf, vond ik dan, heb je een goede wedstrijd gespeeld? Ja, ik heb een goede wedstrijd gespeeld. Ik voel me nu beter elke wedstrijd. Ik vind dat ik wel stappen maak. Dus ik hoop dat het zo doorgaat. Ja, tegen Eindhoven, wat verwacht je? Ja, zoals elke wedstrijd. Gewoon win tegen Eindhoven of ook tegen een andere ploeg. We moeten gewoon punten pakken. Ja, maar tegen Willem II, ja, MVV was zeker niet te minder. In de tweede helft zelfs de bovenliggende partij. Zet je dat voort, die lijn, denk je? Ja. Het is wel goed dat wij goed spelen, ook elke week. Hè. We hebben een goed positiespel. Maar we moeten ook meer echte kans creëren en ook scoren. Want ja, het is wel mooi om een goede wedstrijd te spelen, maar het is wel belangrijk om te scoren. Ik denk dat je kiest voor een slechte wedstrijd spelen en win dan goed spelen en verliezen. Ja, laten we tegen Eindhoven uitgaan. Goede wedstrijd en 3 punten. Ja, we gaan daar aan doen. Succes. Ja, bedankt.